Voor 100 jaar Mulder schakelen we over naar beeld en geluid in Hilversum. In onze serie over kleine winkels met grote invloed besteden we deze uitzending aandacht aan firma Mulder Feestartikelen in Groningen. Een bedrijf dat al 100 jaar het leven in deze stad mede bepaalt. Vanwege deze viering hebben we in het archief gezocht naar oud materiaal dat de afgelopen 100 jaar in deze winkel is opgenomen. Deze maand de naoorlogse jaren. We zien hoe nieuwe rituelen van een bevrijd volk ontstaan in een winkel aan het Zuiderdiep in Groningen. Welkom bij Andere Tijden. Met een zeer gewichtige boodschap. Jongens, kom maar. Kom nou. Altijd wacht op jullie. Kom, voorstaan. Altijd. Ga nou even die kant. Daar had je al kunnen staan, man. Altijd wachten. Zelf ben ik hartstikke snel. Altijd wachten. Ja, het is goed zo. Mulder, vrouw Mulder, wij wenden ons tot u met een uiterst gewichtig verzoek. Nu wij bevrijd zijn van het Duitse juk waaronder ons dappere volk zo geleden heeft door deze hardvochtige overheerser. En waarin wij, heldhaftig volk, dat wij het overheerst, dat we bevrijd zijn, dat staat er ook. Mulder, vrouw Mulder, ons is bericht uit Den Haag met de grootste omslaan, met de grootste geheimhouding, dat onze jonge koningin Juliana Groningen heeft uitgekozen om de verjaardag als koningin met ons te vieren. Mulder, vrouw Mulder, wij bestuurders van deze stad, we hebben geen idee hoe we dat moeten doen en aanpakken en regelen. Regelen. Kunt u ons helpen? Nog niet omslaan, dit is nog een zinnetje. Kunt u ons helpen met deze verjaardag die zou moeten symboliseren? De verbeelding van onze vrijheid en de gelukzaligheid die hoort bij een vrij en onverweerd vaderland. Nou, wat dachten we ervan? Wat prima, wil hij nou? Ja, ik dacht dat wij onzin verkochten. Het lijkt erop dat hij de verjaardag van de koningin groots wil vieren. Verjaardag, mensen blij, handel! Nou snap ik het. Mulder, vrouw Mulder, het lot van deze prachtige dag ligt in jullie handen, ja! En Mulder, ik benoem u tot voorzitter van het Oranje Comité. Ja, zeker. Nou, burgemeester, dat moet dan maar. Ja, wij zijn toch verheugd dat deze dappere middenstand, deze eenvoudige mensen die toch in donkere dagen met hun heldenmoed een groot symbool uit handen van de Duitser gered. Dan hebben we een eervolle opdracht. Wij mogen de verjaardag van de koningin gaan bedenken. Eervol? Ik weet het niet hoor. En jij, voorzitter? Ach, dat komt helemaal goed.
Het is 1948. De wederopbouw komt aarzelend op gang. Het land heeft nu 5 jaar stilgestaan en zoekt weer naar een nieuw ritme. Er is weer behoefte aan vrolijkheid. En als Juliana haar moeder heeft opgevolgd, willen de mensen haar verjaardag vieren. Koninginnedag. Maar hoe doe je dat? De bestuurders zitten met hun handen in het haar en doen een beroep op degene die vastberaden en vindingrijk de oorlog zijn doorgekomen. De middenstanders. Taaie, dappere ondernemers die gewend zijn zich te voegen naar de tijd. Even kijken voor de ideeën. Koekhappen. Ja, leuk. Ja, spijkerpoepen. Spijkerpoepen. Zaklopen. Zaklopen. Eierenpoepen. En talentenjacht. Ja, leuk. Ja. En ik had nog bedacht, een kelnerrace. Kelnerrace. Oh, ja. Dit is al een prachtige lijst. Ik zal hem terstond naar de burgemeester sturen. De jonge koningin komt. Met die stoere prins. Mevrouw Mulder, mogen we buiten spulletjes verkopen? Want we sparen voor koninginnedag. Ga je gang, jongens. Dat is goed. Maar denk erom, geen kattenkwaad, hè? Oh, en breng deze brief eens even heel snel naar de burgemeester. Mulder, mevrouw Mulder. Mij is te oren gekomen dat u koninklijk adviseur gaat worden voor het feestprogramma van onze geliefde koningin. In dat kader heb ik een bijzonder iets waar ik even uw aandacht voor wil vragen. Het leek ons een alleraardigst idee als het ganse volk op deze feestelijke dag deze kroon gaat dragen. Zo zou Exota zijn merknaam aan dit product willen verbinden. Stelt u zich eens voor. Iedereen draagt zo'n kroon met deze reclame. Is dat niet prachtig? Ja, ik zie het nog niet voor me. Maar we kunnen het proberen. Commercie. Voor ons vanzelfsprekend op Koninginnedag. Als Oranje speelt en bij het schaatsen. Maar in 1948 nog een volkomen onbekend verschijnsel. Het is allemaal begonnen in een feestartikelenwinkel in Groningen. Een slimme winkelier als Mulder ziet meteen de waarde. Handel is handel, vooral in schrale tijden. Nou had Mulder op zich geen klagen. Zijn winkel heeft een bezienswaardigheid. De wereldberoemde operazangeres Julia Kulp. Ze helpt af en toe in de winkel. Julia is de dochter van de vroegere eigenaar Baruch Kulp. En, tot groot verdriet van haar fans, al jong gestopt met zingen. De enige plek waar nog een glimp van haar talent is op te vangen, is in de winkel van Mulder. Ik ben van kop bis voet op liefde eingesteld. Eén mooi oranje rosette voor de heren. Die pak ik terstond voor jullie in. Das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist Julia Kulp. Kijk eens, 1 cent. Dankjewel, jongens. Dag. Oh, wat een leuk beestje. Alleraardigst beestje. Mulder, luister eens, Mulder. Kijk hier eens naar. Ik dacht op een gegeven moment, van, op de grote markt, al die kapotte gebouwen. Ik dacht, dat is geen gezicht, dat kan niet. Dus ik dacht, er moet een nieuw gebouw komen. En heb ik een beetje zitten schetsen, een beetje zitten tekenen, Mulder. En kijk er eens naar, wat dacht je ervan? Wat is het? Mulder, het is iets. Multifunctioneel. Zo'n beetje zoals Amsterdam. Een beetje met allure. Mulder, eerlijk zeggen, wat denk je ervan? Nou, ik weet het niet. Nou, maar Mulder,
geeft ook helemaal geen haast, hè? We denken er gewoon nog even rustig over na. Het heeft ook, dat hoeft ook allemaal niet zo snel. Ik dacht, ik maak een schetsje. Oh, Mulder. Nog één ding. Mijn vrouw zei, misschien zou het leuk zijn een lied voor de koningin. Dat zou ze prachtig vinden, de koningin, dat weet ik zeker. En mijn vrouw ook. En zou jij dat lied kunnen schrijven, Mulder? Zou jij dat kunnen doen? Een lied? Ja. Ik ga er terstond mee aan de slag. Ik wist het wel, Mulder. Ik wist het wel. Dat kan je wel. Wat zal ze mooi vinden? Een lied? De koningin is gek op liedjes. Dat weet ik zeker. Hij doet het alleen voor hemzelf. Mulder. Vrouw Mulder. Ik heb nog iets aardigs. Wuppies. Zit mijn strik goed? Ik moet terstond naar de vergadering van de Oranje Vereniging. In de Weva. Jij, voorzitter. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat ging komen, is eindelijk hier. Daar sta je. We hebben ons ommetje weer gemaakt, hè? We zijn weer buiten geweest. Nou, vandaag is de grote dag. Ja, waarvoor eeuwig dank. Ja, wat een rot weer, hè? Vreselijk weer. Maar, Mulder, het gaat door. Ik had gebeld met de hofdame van de majesteit. En de hofdame zei, de majesteit wil sowieso dat het doorgaat, Mulder. Dat stond op, dat schrijft erin. En dan ben ik er ook, want ik zeg wel eens, door de regen en de wind zal ik naast u blijven staan. Ik zal waken als u slaapt. Ik behoed u voor de storm. Dat is mooi gezegd, hè, Mulder? Dat is mooi gezegd, ja, toch? Schitterend. Zeg, Mulder, hoe is het met dat lied? Nou, ik heb wat klanten gevraagd om mee te denken, maar niemand die een regel kon bedenken. Dat moet je ook niet aan die mensen overlaten. Dat moet je allemaal zelf doen. Dat moet je zelf doen, Mulder. Daar hebben we toch van geleerd. Je moet het allemaal zelf doen. Trouwens, een oranje bittertje? Of is die op? Die fles. Dat wist ik toch wel. Kijk, Mulder, ik kan dat. Oh, lekker, man. Nou, knap om de morin. Misschien wil de hond ook een. Je weet maar nooit. Oh, wat een dag, Mulder. Wat een dag. Oh, dat is lekker, Mulder. Dat is lekker, Mulder. Proost. Op de koningin. Precies, op de koningin, Mulder. Hoera. 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 Wat verdikke, man. En zo wordt de Nederlandse cultuur rijker en rijker. Koninginnedag, commercie en een lied dat ons land verbindt. Nederland is klaar voor de toekomst. Volgende maand in andere tijden, de jaren 50. De rock'n'roll spoelt over het land en tot afgrijzen van hun ouders geven de jongeren zich volledig over aan deze duivelse, verdorven muziek. Conflict. Dat waren nog eens andere tijden. Maar nu, terug naar de onze. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ook? Daar ieder mens heeft een taak in dit leven. Alles gedaan om je voor te bereiden. Daar is je het dan. Je belooft dat je alles zult geven. Iedere stap die je zette, die leidde naar hier.